Welkom bij een, nee, niet een NEC-update, nee, een Juliana-update, zullen we hem zomaar eventjes noemen. Ik sta hier bij voetbalclub SV Juliana 31 in Malde. Want zij gaan de finalen spelen van de KNVB-beker District Oost woensdag. We zijn zondag maar eens even gaan kijken. Ze speelden ook een belangrijke competitiewedstrijd, want bij winst ja, zijn ze veilig. En dat is natuurlijk mooi meegenomen, ook richting die bekerwedstrijd, een generale. Hé, hey, kijk eens. Bart van Rooij zat zelfs op de tribune, zat te kijken naar Juliana. En hij zag dat Juliana niet wist te winnen. Het werd 1-2 voor Udi. Ja, geen echt lekkere generale dus. Ja, in die zin slecht. De uitslag, inderdaad. 2-1 verliezen van Udi. Ik denk onnodig dat je de eerste helft een gewonnen wedstrijd speelt. Buiten de eerste 10 minuten na. Maar ja, goed, uiteindelijk de uitslag is inderdaad geen goede generale. Was vandaag misschien ook de wedstrijd van wie er het minst met de bekerfinale bezig is? Nee. Ik had niet het gevoel, vond het ook niet naar uitzien hoe wij speelden. In ieder geval hoe wij speelden, dat wij met woensdag bezig waren. Ik kan zeggen voor de wedstrijd focus op vandaag, dat hebben we goed gedaan. Want de eerste helft hebben we dat uitstekend laten zien, denk ik. Goed, richting woensdag, ja, dat zit in je achterhoofd. Je speelt een van je mooiste wedstrijden uit je carrière. Dat moeten we gaan laten zien aanstaande woensdag, dat daar dan misschien nog meer de energie naartoe gaat. Ik denk dat dat een beetje menselijk is als speler om daarmee bezig te zijn. Ja, waar merk je dat dan aan in het veld? Bij jou misschien of bij andere medespelers? Ik denk dat je vandaag misschien wat eerder ook wissels inbrengt die normaal gesproken of wat langer blijven zitten. Job en Owen vandaag worden toch eruit gehaald. Die hadden wat lasten en wat pijntjes met het oog op woensdag. Dus daar merk je het aan. Ja, aanvoerder Jeroen Meijers dus. Die kijkt natuurlijk ook uit naar die bekerwedstrijd. Want ook voor hem is dat een mooi adviesje. Ja, dat is heel bijzonder. Ik zit zelf nu, 12 seizoenen in het eerste bij Juliana. Dus wordt sowieso voor mij de eerste bekerfinale die ik ooit ga spelen. En wat ik hoor ook voor de club. Dus ik denk dat dat genoeg zegt dat dat heel bijzonder is. En ja, voor iedere speler een van de meest bijzondere wedstrijden die je gaat spelen in je carrière. Dus ik denk belangrijk dat we gaan genieten ook. En dat we dan het beste uit onszelf gaan halen. Ja, je moet altijd een beetje geluk hebben, hè, om die finale te bereiken. Dat heb je dan wel gehad, hè? Want 2 keer door met strafschoppen. Ja. AZSV denk ik wel de gelukkige geweest. Maar tegen Excelsior denk ik dat we eerst zelf onder druk hebben gestaan. Maar na een kwartier heel goed hebben gespeeld. En de tweede helft eigenlijk verdiend gelijk gemaakt hebben. Dan hadden we hem zelfs nog kunnen beslissen. Nou goed, dan ben je wel na penalties misschien de gelukkige winnaar. Maar ik vond overal onze best aardig. Jouw vader, trainer Erik Meijers, die heeft al wel wat gewonnen in de beker, hè? Klopt, ja. Ik denk dat iedereen het rijtje wel heeft gehoord wat hij al wel eens heeft opgenoemd op de camera. Dus dat ga ik hier niet herhalen. Maar volgens mij heeft hij een aantal bekerfinales wel gewonnen. En ik hoop daar een vervolg aan te geven. Want ja, het blijft een hele bijzondere wedstrijd. Ik zeg, je hebt in de afgelopen 12 jaar speel je zoveel bekerwedstrijden. En dan ga je daar altijd wel een keer op dinsdagavond tegen een derde klasse af. Ja, dat is dit jaar niet gebeurd. En we hebben zelfs 3 keer tegen 4e divisionist gewonnen. Dus dat geeft ons vertrouwen. Want Quick 20 zit in diezelfde competitie als die andere 3 ploegen. Dus laat maar komen. Geeft hij dan nog advies? Die zal de komende dagen nog wel advies gaan geven. Dus we bellen iedere dag. Ik spreek hem vaak. Dus dat volg ik netjes op. Want ik heb veel respect voor wat hij altijd heeft bereikt. Dus dat geef ik zeker mee naar de groep. Je gaat niet alleen. Er gaan een hoop mensen mee. Malde zal stil zijn. Ja, fantastisch. Als je hoort wat er allemaal georganiseerd wordt en wat er naartoe gaat. Een aantal bussen. Natuurlijk de oproep gedaan, hè, in de krant van met heel Malden naar Apeldoorn, naar de finale. Het zou natuurlijk mooi zijn als we ook naast de bussen heel veel supporters nog met eigen auto die kant op komen. Ofwel met openbaar vervoer, dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, dat is de ploeg steunen. Dat zullen we nodig hebben. Maar goed, we moeten zelf ook gewoon heel fris en scherp zijn. En op z'n fiets gezegd, hè, geil zijn om ook die beker te pakken. Nou, ben jij de tweede trainer uit Doetinchem wie een finale in de KNVB-beker speelt? Ja, ik wil het iets beter doen als Rogier.
Woensdagavond om 8 uur zal de finale gespeeld worden in Apeldoorn. Het moet op neutraal terrein zijn bij AGL-VV. Kun je er niet bij zijn? Wij van RN7 zijn er wel bij. Dus wil je die wedstrijd live volgen, dan kun je schakelen naar de radio om 8 uur. Dan zal daar het live verslag van die finale te horen zijn. Nou, en zo zijn we aan het einde gekomen van deze Juliana-update. Wij zijn er heel snel weer. Graag tot dan.